Dit is Flevoland van zaterdag 30 april. Snelle boten, spektakel op het water. Het kon weer allemaal op de Nationale Reddingbootdag. Op Urk en hier bij de KNRM in Lelystad. Het is echt fantastisch om nu al die mensen weer te zien en lekker te varen. En alle donateurs op die manier weer een cadeautje te geven voor hun mooie donaties in al die tijd. Maar de KNRM Lelystad heeft nog wel een probleem met zwaar weer. Zoals eerder dit jaar toen het boothuis door hoge golven onbereikbaar was. Toen een schip in nood was, kon Lelystad niet uitvaren en kwam KNRM Urk te hulp. De maatregel die we nu hebben genomen is dat we zorgen dat we toch nog over het ponton kunnen komen. Ondanks dat het slecht weer is. Dus nemen we overlevingspakken mee. Dat is natuurlijk maar een tijdelijke oplossing. Er is alweer lange tijd een betere optie. Die optie is dat we eigenlijk maar een klein eindje opschuiven. Dus bij storm hebben we daar veel betere entree dan op dit moment. Maar dat verplaatsen van het boothuis laat lang op zich wachten. De gemeente moet daar nog een besluit over nemen. Nou, dan hoop ik dat we dit najaar, voor het stormseizoen, dat we daar kunnen liggen. Dat we dan een goede golfbreker ervoor hebben liggen. Bij de KNRM op Urk was het intussen groot feest. Het mooiste is om met zo'n snelle reddingsboot naar buiten te gaan. En onze donateurs willen dat heel graag. Dus we nemen ze mee. En dan buiten hebben we een reddingsvlot liggen. We hebben nog een ribboot erbij. En dan maken we wat golven. En dat is altijd heel leuk natuurlijk. Dat is hartstikke leuk. Ook voor die kleine. Ja, vind jij het ook spannend? Nee. Niet? Nee. Maar ze genoten er wel van eenmaal op de boot. De reddingsorganisatie bestaat uit vrijwilligers en moet het vooral hebben van de donateurs. Dit is eigenlijk een dag van de donateurs. Dat is in eerste geval. Maar ook voor hen. Vanmorgen waren er ook mensen die waren geen donateur. Maar die zagen die boot en die zeggen wij willen donateur worden. En dan willen we uiteraard ook even een rondje meevaren. Ik zal eens even kijken vandaag wat het inhoudt inderdaad. En dan gaan we het eens even in overweging nemen. Ja. Waar hangt het vanaf? Wat ze doen, wat ze betekenen voor de maatschappij, voor de mensen op het water. Ja. Maar het is ook mooi, een blijk van waardering en je kunt even in de wereld van hun kijken wat ze doen, hoe dat gaat. Een overvaller op de trekpleister in Almere Haven is vanmorgen door omstanders in de winkel overmeesterd. De politie heeft de overvaller gearresteerd. Volgens een woordvoerder van de politie zagen twee winkeliers aan de Brink rond 11:15 een man rondlopen die uiteindelijk de trekpleister inging. De ondernemers hadden er geen goed gevoel bij en besloten naar de winkel te gaan. Daar zagen ze de overval daadwerkelijk gebeuren. Ze besloten de man te overmeesteren. Bij de overval is niemand gewond geraakt. 80 jaar geleden viel de Noordoostpolder droog. Bedoeld voor de voedselvoorziening, maar leek een ramp te worden voor Urk. Het water rondom het vissersdorp verdween, met alle gevolgen van dien. Dirk de Boer was destijds betrokken bij de bouw van gemaal Vissering op Urk en legde met zijn filmcamera de plagen van Urk vast. De beelden zijn nu voor het eerst te zien. In de Bijbel hebben ze het over de 10 plagen van Egypte, maar Urk had zijn eigen plagen, had het gekregen. Een van de eerste plagen waar Urk mee te maken kreeg, was dat er ontzettend veel muggen over Urk kwamen. Die polder die kwam droog te liggen. En alle vis wat daarin zwom, ja, dat kwam op een gegeven moment ook droog te liggen. En dat stierf ook. En dat gaat rotten, dat gaat stinken. Is natuurlijk een voedingsbodem voor muggen. En gewoon de ramen waren bedekt. Je ziet op de beelden zie je een klein stukje dat die ramen helemaal zwart zijn van de muggen. En met meer muggen kwamen ook meer spreeuwen. En later ook meer muizen en ratten. Urk ging van de ene plaag naar de andere. Maar dat was niet het enige probleem. De inpoldering zorgde voor grote tekorten aan drinkwater op Urk. Toen dus het gemaal gemaakt werd en we zien in de beelden die enorme bouwput, toen is men gaan de grond bemalen zodat de waterpeil zakte. Dat hield in dat dus het waterpeil zo ver zakte dat al die putten droog vielen. En dan ontstaat er een tekort aan drinkwater. En dat werd met schepen vanuit Kampen en vanuit de IJssel werd dat aangevoerd. En dan werd het naar diverse punten met slangen, distributiepunten zeg maar, daar werd het verdeeld. En de mensen konden daar inderdaad emmers met water, met drinkwater ophalen. Ongelooflijk, 1940. En dat heeft wel heel lang geduurd, zelfs tot na de oorlog werd er nog drinkwater aangevoerd vanaf de IJssel via Kampen. Er zijn beelden van boten, waterpompen, slangen en emmers vol water. Uniek om te zien, zegt Henk Kapitein.
Dit was eigenlijk voor mij voor het eerst dat ik gezien heb hoe dat hier op de haven dan ook toeging. Dat er dus inderdaad een hele installatie omheen gezet werd en dat het water van daaruit via slangen naar verschillende distributiepunten werd gedirigeerd. Het geplaagde urk, van muggen tot rottende vis en het opdrogen van de waterputten. Het gebeurde allemaal zo'n 80 jaar geleden toen de Noordoostpolder droog viel. En allemaal gefilmd door Dirk de Boer met zijn camera. SV Urk, de trotse koploper in de hoofdklasse B, stond vanmiddag tegenover Dato. En de gasten uit Frieseveen in de rode tenues komen snel op voorsprong. Na 10 minuten is het Bas Posma die de score opent. En dan loopt Urk meteen achter de feiten aan. Een minuut later de lange bal van Urk. En de kopbal van Klaas Romkes. Neentjes kan die bal oppikken en die bedient Hesselsnoek. En die prikt hem in de verre hoek. En deze gelijkmaker van Snoek is alweer zijn 100ste treffer voor de Urkers. En zo is de achterstand weer snel weggepoetst. In de 31ste minuut de vrije trap van Dato. En dan is het weer raak. Opnieuw krijgt Bas Posma alle vrijheid om de bal binnen te werken. Dato weer op voorsprong. En dan moet de ploeg van trainer Gert-Jan Karsten opnieuw op jacht naar de gelijkmaker. Vlak voor rust de diepe bal op Ieder Neentjes. Een enorme kans voor Lucas Nagel. En zo gaat Urk met die 2-1 achterstand de rust in. Na de pauze blijft Dato de aanval zoeken. Het blijft een gevaarlijke ploeg, deze middenmotor in de hoofdklasse B. En hier zijn ze opnieuw levensgevaarlijk. Ferdi ter Avest, in de tweede helft in de ploeg gekomen. Hij test hier Richard Strijker. We zitten dan in de 63ste minuut. De lange bal van Rico Jan Brands, doorgekopt door Jelle de Boer. En daar is hij weer, Hesselsnoek. Hij tekent voor de gelijkmaker. 2-2. Even later de vrije trap van Dato. En dan valt de bal op de hand van Pieter Brands. En dat heeft de scheidsrechter even gemist. Maar de bal valt hier toch echt op de arm van Brands. En dat had dus een strafschop moeten zijn voor Dato. Een kwartier voor tijd. De hoekschop voor Urk. En de kopbal van Brands. En hier zet hij zijn ploeg bijna op voorsprong. Urk blijft in die slotfase onverminderd de aanval zoeken. En neemt alle risico's. En hier gaat het bijna mis. Ter Avest mikt de bal in het zijnet. En daar komt de koploper heel goed weg. De inworp voor Urk. Bal voor het doel gebracht. En de kopbal van Lucas Schraal. Op de paal. En dan in de absolute dying seconds van deze enerverende partij voetbal is daar Rico Jan Brands. Hij knikt die bal binnen. Urk blijft op kampioenskoers. De ploeg wint op de valreep met 3-2 van Dato. En de ploeg vergroot daardoor de voorsprong op nummer 2 Genemuiden, dat punten verspeelde tegen Zwift.